Dit is het eerste deel van Al moesten de kraaien het uitbrengen, geschreven door Jan van den Wegen in opdracht van de BRT. Dit luisterspel werd in 1980 uitgezonden als radiofeuilleton in 30 afleveringen en tot 5 delen gemonteerd door Ronnie Delwisch. In de belangrijkste rollen horen we Anton Kogen, Marleen Maas, Walter Cornelis, Bert Champagne en vele anderen. De regie had Michel de Sutter. Die de bel niet gezien heeft. Ja? Ja, binnen. Dag, juffrouw. Oeh, 2 hoog. En dan die lift, die maar niet wou komen. Hij zal weer defect zijn. Dag, meneer. Lichtveld. Anton Lichtveld. Ach, komt u binnen en doet u de deur dicht. Ja, zeker. Wat kan ik voor u doen, meneer Lichtveld? U bent toch de secretaresse van Casper Holsbergen, de privédetectief? Jawel. Is hij hier? U treft het. Meneer Holsbergen zit hiernaast in zijn kantoor. Mooi zo. Ik wou graag met hem spreken. Nu nog? Het is sluitingsuur, meneer Lichtveld. Ja, ik ben zomaar zonder afspraak gekomen, maar het is heel belangrijk. Kunt u mij... Ja, een ogenblikje dan. Gaat u even zitten, meneer Lichtveld. Dank u, niet nodig. Ah, ben Jan, u komt als geroepen. Breng me whisky cola weer, hè? Casper, je rookt weer als een Turk. Ik zal die pijp van jou nog eens... Zeur nou niet, hè. Ik heb dorst, mij. Zeg, maar, wat wacht je op? Er is een klant voor jou, Casper. Vanavond nog? Wie is het? Een zekere meneer Lichtveld, Anton Lichtveld. De grote reder Lichtveld? Dat weet ik veel. Hij ziet er in elk geval uit als een suikerlord. Waarover gaat het? Geen idee. Een heel belangrijke zaak, zegt hij. Nou, de commerciële affaires interesseren me niet, hè? Nou, geen afspraak natuurlijk. Op een vrijdag, nota bene. Een man in bonis, Casper. Je kent het type. Je weet dat ik vanavond nog naar Londen moet, hè? Apropos, is alles klaar? Jawel. Goed. Dan ga jij dus voor 2 dagen naar zee, Ach, ik voel er niet veel voor, Casper. Ik zal je missen. Nou, kom maar. Maandag ben ik al terug, hè? Wat doen we met die meneer Lichtveld? Ik ruik poen, Casper. Ach, voel je, dienares van Mammon, hè? Die nieuwe Porsche heeft een bom duiten gekost. Vergeet dat niet. Zeg, jij doet net alsof we al getrouwd zijn. Ach, doe me niet schrikken. Ik trouw nooit, dat weet je toch. Oké, laat hem er even in, Marjan. Oké. Op jij onnepon. Je brengt de grote speurder, Casper, Holsbergen in de war. En jij brengt mijn kapsel in de war. Ja, stil nu. Laat hem niet langer wachten, Marjan. Kom vooruit. Tot uw dienst, Sherlock Holmes. Vind je wel de smaak dat je wegkomt? Ja. Meneer Lichtveld, komt u binnen alsjeblieft. Ah, eindelijk. Meneer Anton Lichtveld. Casper Holsbergen. Ja. Gaat u zitten, meneer Lichtveld. Dank u. Marjan, verberg een telefoon. In orde, meneer. U bent wel wat jonger dan ik dacht, meneer Holsbergen. 43 en vrijgezel. Ja. Ik luister, meneer Lichtveld. Ja, kijk, het is niet makkelijk voor mij. Ik neem aan dat u mij kent. Nou, in Antwerpen kent iedereen de rederij Lichtveld. En met de rederij heeft het niets te maken. Zo? Ik dacht dat u zei... Nee, ik heb u opgezocht in verband met een oude moordzaak. Moord? Een dubbele moord. Ach zo? U bent een specialist in moordzaken, heb ik gehoord. Mm-hmm. U hebt ook een heel goede faam. Oh, mag ik een sigaar aanbieden? Nee, dank u. Ik rook alleen de pijp. Goed. Zo, ter zake, meneer Lichtveld. Kijk, u herinnert zich misschien nog de dubbele moord die hier destijds in het Antwerpse gepleegd werd. In 1977, bedoel ik. Er worden zoveel moorden gepleegd. De kranten staan er vol van. De zaak die mij interesseert... In 1977, zei u toch? Ja. Maar mijn waarde heer, dat is al een eeuwigheid geleden. De zaak die mij interesseert is nog altijd niet opgehelderd, meneer Holsbergen. En nu verwacht u dat ik... Precies. Maar meneer Lichtveld, alsjeblieft. Zegt u niet dadelijk nee, meneer Holsbergen. U moet mij helpen. Ik heb er lang over nagedacht. U bent de enige die mij nog kan helpen. En... Geld speelt geen rol. Uw prijs zal mijn prijs zijn.
Nou goed, ik luister, maar ik kan u niet beloven dat ik... Voor mij is het van uitzonderlijk belang dat de moordenaar ontmaskerd wordt. Wat bedoelt u? Ja, kijk, ik weet eigenlijk niet hoe ik... Ja, hoe moet ik het u vertellen? Liefst systematisch, meneer Lichtveld. Eventueel wat voorgeschiedenis. Dat de feiten en de namen van de slachtoffers, de plaats van de misdaad, de omstandigheden, mogelijke motieven, hoe, wanneer en door wie de misdaad werd ontdekt, de verdachten, de resultaten van het gerechtelijk onderzoek, enfin het hele verhaal. Wacht even, ik schakel de bandrecorder in. Oh, neemt u dat allemaal meteen op? Ja, natuurlijk. Let niet op het toestellen, gewoon praten. Net als bij de psychiater. Kom nou, alsjeblieft. Zo. Ja, doet u maar. Wel, nou ja, mijn naam kent u dus al, hè? Anton Lichtveld van de Ridderij. Wij wonen, mijn vrouw Emmy en ik, op een landgoed buiten de stad. Kinderen hebben we helaas niet, nooit gehad. We waren al een tijd getrouwd toen we de kleine Gertie bij ons in huis hebben genomen. Ja, Gertie, dat was de dochter van Wijlen, mijn broer Karel. Zij had haar beide ouders in een vliegtuigramp verloren. Wij hebben haar dan opgevoed. Ja, ze was net onze eigen dochter. Arme Gertie. In 1975 is ze dan getrouwd met Ben Vedder, een jonge dokter in de rechten. Ik heb hem bij mij in de Ridderij te werk gesteld. Samen vormden ze wat men noemt een gelukkig paar. In 1977 waren ze dus 2 jaar getrouwd. En dat feit hebben we dan thuis gevierd. Een feestje, samen met enkele vrienden. Op uw landgoed? Ja. Het was op een zaterdag. Zaterdag 11 juni. Ik vergeet het nooit. Oh, wacht eens even. Nu herinner ik het me. Uw pleegdochter en haar man, nou ja, hoe heet hij ook weer? Ben Vedder. Ja, precies, ja. Ze werden toen allebei vermoord, nietwaar? Doodgeschoten, meneer Holsbergen. Doodgeschoten. Met een revolver. Mijn revolver, meneer Holsbergen. Uw revolver, zegt u? Ja. Maar dan was u ook dadelijk verdacht. We stonden allemaal onder verdenking. Wie? Iedereen die op de party aanwezig was. Namelijk? Ja, Gertie en haar man. Nee, ik bedoel, ik en mijn vrouw Emmy natuurlijk. Evert Grashoff, Paul van Tricht, Gerrit Kuiten en zijn vrouw Yvonne en hun dochter mee. Minstens 7 verdachten dus. Ja. Wie is Evert Grashoff? Een jeugdvriend van mij, samen gestudeerd, weet u wel. Als jonge man was Evert een heuse literaire belofte. Hij maakte zijn studies niet af. Oh, talent genoeg hoor, maar hij heeft het nooit waar kunnen maken. Ook muzikaal was hij erg begaafd. Emmy, mijn vrouw dus, zij vindt hem een raté. Een klaploper zelfs. Hij woont al jaren bij ons. Enfin, in ons tuinhuis, in het park. Oh, ik mag hem wel. Ik ben een zakenman, maar ik heb altijd een zwak gehad voor artiesten. Evert had alles om een groot schrijver te worden, maar het heeft niet mogen zijn. Wie is Paul van Tricht? Een relatie. Eigenlijk een vriend, ja. Hij woont bij ons in de buurt met een stokoude meid. Hij is vrijgezel en rechter hier in Antwerpen. Gerrit Kuiten? Bravo, meneer Holsbergen. U hebt een geheugen als een ijzeren pot. Dank u. Ja, Gerrit Kuiten is eigenlijk ook een buurman. Een kolonel in rusten. Zowat 50 ook. En zijn vrouw? Yvonne. Ja? Mooi, mooi, ja. Charmant ook. En erg jong voor haar leeftijd. Erg levenslustig ook. Juist. En dan is er nog een dochter. Ja, May. 2 jaar jonger dan Gertie. Dan Gertie was. Oh, ja. Ze zijn goede vriendinnen geweest, Gertie en May. Eigenlijk groeiden ze samen op. Gertie is dan getrouwd. En van die dag af hebben we mee wat uit het oog verloren. Ook haar ouders zagen we nog maar zelden. Maar op dat verjaarsfeestje hebben we hen dan toch maar uitgenodigd. Meneer Lichtveld, vertelt u nu eens eerst even iets over die party. Kan dat? Ja, natuurlijk. Oh, het was een eenvoudige party, meneer Holsbergen. Maar ik herinner het me nog allemaal alsof het pas gisteren was. Ik zal het nooit kunnen vergeten. Gertie en haar man die waren 's namiddags al aangekomen. We hebben samen nog wat tennis gespeeld. Gertie en ik tegen Emmy en Ben. We hebben gewonnen, Gertie en ik. Ja. Daarna hebben we ons omgekleed voor het avondeten. De gasten arriveerden omstreeks 8 uur. We gingen aan tafel. Er werd natuurlijk plezier gemaakt. Iedereen was zelfs een beetje uitgelaten.
Ja, u weet hoe dat gaat. Ja. Niemand kon voorzien dat die arme Gertie en haar man enkele uren later... Sanderendaags waren ze allebei dood. Vermoord. Zelf decouperen, hè? Zeg maar bleu, dat ziet er lekker uit, hè? En vooruit, schat. En voor mij liefst een royale portie. Ben, jij kan je lijn als je wil leren paardrijden. Doe jij het maar, Benny. Doe nou. Nee. Jij bent de huisvrouw, Gertie. En na 2 jaar huwelijk moet je ook daarin bedreven zijn. Oh. Wat bedoelt u daarmee, kolonel? Mijns inzicht. Oh, niks. Ouwe jongen, niks. Wat dacht u? Gerrit, hou je van soep. Je bent hier niet in de les. Dus ik Paul n'a pas l'écrit voisin. Oh, Paul, zo'n houten klaas, hè. En spreekt Vlaams hier. Hé, ik heb toch niets verkeerds gezegd? Ja. Gerrit wordt weer niet dronken, hè? Ik ben zo nuchter als een pasgeboren kalf. Ta 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 Ja, kom nou, dat kan toch geen kwaad, mevrouw Kuiten. De kolonel is tegen meer bestand. Nog eentje, kolonel. Graag, Evert, graag, schenk maar uit. Morbleu, ik kom pas op dreef, hè. En vooruit nu, Gertie, komt er nog wat van? Nee, ik krijg het echt niet. Je moet. Maar zo reusachtig geval. Ja. En dan al de slagroom. Wat doe jij het maar, Ben? Ah, ben je bang voor reusachtig gevallen? Wacht even, meisje. Ik doe dat wel even voor jou, hè? Dank je, oogje. Ah, Anton zal het wel even doen, hè? Pas toch op met dat mes, Anton. Sta er niet zo te zwaaien. Nee, kom, laat me nou. Stilte nu, stilte. Het ogenblik is plechtig. Je jurk staat je prachtig, Gertie. Vind je mee? We hebben ze in Parijs gekocht, bij Pierre Cardin. Zeg, wanneer kom je ze nog eens opzoeken? Volgende week. Beloofd. Mooi. Dan gaan we samen de stad doen. Zoals vroeger. Oké? Oké, Gert. Oké. Ah, voorzichtig nu, Anton. De deur gaat kantelen. Nee. Ja, het ging er inderdaad nogal vrolijk aan toe, meneer Lichtveld. Hoe laat was het toen u van de tafel bent opgestaan? Zowat 10 uur, denk ik. En daarna hebben we dan dat dwaze spelletje gespeeld. Welk spelletje? Hey, neemt u nog altijd alles op de bandrecorder op, meneer Holsberger? Ja, natuurlijk. Alles wat u vertelt. En ik moet zeggen, u hebt het heel levendig verteld. Ja. Ach ja, dat spelletje. Het was eigenlijk een idee van Gertie. Een zoekspelletje. Kolonel Kuiten vond het geweldig. Dat zegt genoeg. Ja, hij was wel wat boven zijn theewater. Niet meer dan anders, geloof ik. Rechter van Tricht wou eerst niet meedoen. Maar iedereen heeft toch meegedaan? Ja, na heel wat gezeur. Maar welk spelletje was het precies, meneer Lichtveld? Oh, niks gewaagd of zo. Nee. Een doodgewoon nogal kinderachtig spelletje. Kijk, van alle aanwezigen hadden we de naam en het nummer op een kaartje geschreven. Elk kaartje werd in een envelop gestopt. De enveloppen waren door Emmy overal in het landhuis verborgen. Op de onmogelijkste plaatsen. Mijn envelop en die van mijn vrouw had Gertie zelf ergens weggemoffeld. Op mijn schrijftafel in mijn werkvertrek lag een stapel geschenken klaar. Elk geschenk had een nummer. Pas nadat iedereen zijn eigen kaartje gevonden had, mochten de geschenken verdeeld worden. Al die mensen hebben dus een hele tijd in uw landhuis rondgelopen. Ja, zeg dat wel. Dat gaf uiteraard nogal wat gehots en bombarie. Een va-et-vient van je welste. Wie is daar? Ook nog in onze slaapkamer goed nog aan toe. Dat is
ons hier mochten betrappen, Benny. Ze zouden wel eens kunnen vermoeden. Doe niet flauw, Yvonne. Zoek liever mee. Benny, is Gertie dan niet jaloers? Nee, hoor. Oh, waarom loop jij nu al weg? Ik heb overal rondgesnuffeld. Hier is niets. Je hebt nogal wat rommel gemaakt, hè. Wacht, wacht, kan met je mee. Papa, jij hier? Nog niks, jongen. Nee, ik kan maar weer naar beneden. Ja. Veel succes. Doe dat, ja. Oh, Anton, ben jij het? Hier op de overloop zou je wel niks vinden. Maar ze halen het hele huis overhoop. Ja. Yvonne, hoor je dat niet? Ja, het is een dolle geschiedenis, hè. Weet jij waar Gerrit is? Ja, op de zolder heb ik gehoord. Sorry, jongen, maar ik moet toch even uitblazen. Anton, kan ik nog iets voor je doen? Nee, dank je. Ga maar, Yvonne. Ja, dan probeer ik maar eens in de badkamer, hè. Je weet maar nooit, hè. Nee, je weet maar nooit. Een vijf, ja, van je welste, inderdaad. Ja, dat gekke gedoe heeft wel een uur geduurd. Uiteindelijk heeft dan toch iedereen zijn kaartje gevonden. Toen werden de geschenken uitgedeeld. Mm-hmm. Meneer Lichtveld, waar bewaarde u uw revolver? Die lag in een kast, in mijn werkvertrek. Was die kast op slot? Nee, ik heb ze nooit op slot gedaan. Zodat iedereen tijdens dat zoekspelletje uw revolver kon wegnemen? Ja. Ik herinner me dat ik toen zelf in die kast heb gekeken. En? Toen lag mijn revolver er nog, meneer Holsberg. Weet u dat zeker? Heel zeker. Dat heb ik ook aan de politie verklaard. Na het vertrek van uw gasten hebt u niet meer gecontroleerd of hij er nog lag? Nee, uiteraard niet. En ook Sanderendaags niet. Emmy en ik zijn toen vroeg opgestaan. Omstreeks 7 uur al. Waarom? Het was toch zondag? We moesten met de wagen voor de hele dag naar Rotterdam. Op bezoek bij de ouders van Emmy. Dat doen we om de maand. Die mensen zijn al bejaard, ze gaan niet meer op reis. Emmy moest zelfs voor ons ontbijt zorgen, want tijdens het weekend heeft de meid vrij af. Mm-hmm. En Gertie en Ben? Die sliepen nog. Ze kwamen vaker naar het landhuis en gewoonlijk bleven ze dan overnachten. We hebben natuurlijk niet wakker gemaakt. Ja. Sliepen ze nog of waren ze toen al dood? Nee. Toen leefden ze nog. Hoe kon u dat weten? Dat is achteraf gebleken. Evert. Evert Grashoff. Uw vriend die in het tuinhuis woont? Ja. Hij heeft die zondagnamiddag, omstreeks 2:30, heeft hij... Verdomme wat nu weer. Nee, Marianne, geen telefoon heb ik je gezegd. Zelfs niet voor de Shah van Persië. Sorry, meneer Lichtveld. U zei net iets over Evert Grashoff. Ja. Evert heeft die zondagnamiddag omstreeks 2:30 de lichamen van Gertie en Ben verder ontdekt. In de living. Hij was vreselijk geschrokken. Hij heeft onmiddellijk de politie opgebeld. Commissaris Bouwman is toen dadelijk gekomen in gezelschap van een agent. Hij heeft de eerste vaststellingen gedaan. Ja, en? Het staat allemaal in de rapporten. Het was afschuwelijk. Ben Vedder lag op een divan, alsof hij een dutje deed. Helemaal aangekleed. Hij was dood. Iemand had hem van dichtbij een kogel in de rechterslaap geschoten. Gertie lag in een bloedplas op de vloer, voor de open haard. Ook helemaal aangekleed. En ook dood. Een kogel was vlak boven haar linkerwenkbrauw in haar hersenpan gedrongen. Het schot was eveneens van dichtbij afgevuurd. Tussen de twee lijken, eigenlijk naast de divan waarop Ben lag, vond men een revolver. Mijn revolver. In de trommel zaten nog 4 kogels. De moordenaar had dus slechts 2 schoten gelost. Vingerafdrukken? Op de revolver? Ja? Nee, geen vingerafdrukken. Men heeft trouwens nergens vingerafdrukken gevonden. De moordenaar zal handschoenen aangetrokken hebben. Ja, wellicht, ja. Eerst heeft men nog aan moord en zelfmoord gedacht. De armen van Gertie lagen netjes over haar borst gekruist. Het is duidelijk dat iemand, de moordenaar natuurlijk, haar armen zo gearrangeerd heeft nadat ze al dood was. Ben Vedder? Of haar man? Dat heeft men even vermoed, ja. Mm-hmm. Maar er zaten geen vingerafdrukken op de revolver. Nee. En ik neem aan dat Ben Vedder wel geen handschoenen aan had toen hij dood op die divan lag. Nee, maar op een tabouretje vlakbij de divan werd zijn zakdoek gevonden. Misschien had hij die zakdoek gebruikt toen hij zichzelf doodschoot, nadat hij Gertie vermoord had. Dat is nogal ver gezocht, vind je ook niet? Ja. Hebt u er zelf één ogenblik aan gedacht dat het zo kan gegaan zijn? Ja, eerlijk gezegd, nee. De moord- en zelfmoordversie is nooit ernstig in overweging genomen. Het onderzoek heeft trouwens niets opgeleverd waardoor een dergelijk drama verklaard zou kunnen worden. Ik heb Ben Vedder nooit een geschikte partij voor Gertie gevonden, meneer Holsbergen. Dat wil ik hier duidelijk verklaren. Maar die twee, wel, ze hielden gewoon van elkaar. En wat kan men daartegen doen? Ja, ik begrijp het, meneer Lichtveld. Gerrit,
Al dat vreselijk hebben wij, mijn vrouw en ik, dan met een paar uren vertraging in Rotterdam vernomen. De politie al daar heeft ons telefonisch gewaarschuwd. We zijn hals over kop naar huis teruggekeerd. Ja, u beiden waren dus in Amsterdam. In Rotterdam, bedoel ik. Ja, ja. Wie heeft de lijken onderzocht? Wel, het was zondag, ziet u. En een wensdokter hebben ze blijkbaar niet kunnen bereiken. Toen hebben ze dokter Winter opgebeld, onze oude dorpsdokter. Hij is onmiddellijk gekomen, een man van in de 70 al. Volgens hem zijn Gertie en Ben diezelfde voormiddag tussen 9 en 10 uur overleden. Dat werd trouwens achteraf, na de autopsie, door de wensdokter bevestigd. Aha, tussen 9 en 10 uur. Zo. Andere details nog? Ja. Er was nog iets heel vreemds. Op de vloer tussen de twee lichamen lag er een prentbriefkaart. Een prentbriefkaart, zegt u? Ja. Recto stonden er twee harten op afgebeeld, waar rond rode rozen gevlochten waren. Een bekend en banaal motief. Men heeft ons die prentbriefkaart achteraf getoond. In gouden letters stonden er twee woorden op afgedrukt. Gelukkige verjaardag. Die kaarten vindt men overal in de handel, schijnt het. Mm-hmm. Was die kaart met de post verzonden? Nee, er zat geen postzegel op. We hebben nooit zo'n kaart toegestuurd gekregen. Ja, dat schijnt er in elk geval op te wijzen dat de dader iemand is die die twee slachtoffers goed kende. Er stond ook iets op de achterkant van de kaart geschreven. Ach zo, wat? Ik ken de tekst uit mijn hoofd. Het leek wel een sinistere grap. Wat stond erop? Iemand had er met een balpuntpen de volgende opgeschreven. Anton Lichtveld, hier hebt u uw revolver en uw nicht terug. Zorg goed voor het wapen. Misschien zal ik het ook nog voor u nodig hebben. Rechter van Tricht staat eveneens op mijn lijst. In elk geval bedankt en tot later. De Wreker. Ja, dat was een directe bedreiging aan uw adres. Ja, en aan het adres van Paul van Tricht. Maar het was helemaal geen grap. Die zogenaamde Wreker heeft uw nicht en haar man vermoord. Was u niet bang? Nee. Ik ben niet vlug bang, meneer Holzberger. En de rechter? Oh, ik geloof niet dat hij die bedreiging al serieus genomen heeft. Er werd zeker wel een grafoloog bijgehaald. Oh ja. Het geschrift van alle verdachten werd deskundig onderzocht. Zelfs dat van Gertie en van Ben. En het resultaat? Negatief. Mm-hmm. Niemand van de 9 personen heeft die tekst geschreven. Dat schijnt vast te staan. Hebt u nu alles gezegd wat u weet, meneer Lichtveld? Ja. Het is te zeggen... Nog iets? Ja, jawel. Nog iets verschrikkelijks. Ja, zeg het maar. Ik moet uiteraard alles weten. Volgens dokter Winter werd Gertie verkracht. Wat zegt u? Vlak nadat ze vermoord werd. Zo beweerde hij. Ja, staat het ook in het rapport van de wetsdokter? De autopsie werd pas de maandag daarop verricht, meneer Holzberger, in de namiddag. Dus meer dan 24 uur later? Ja. Volgens de wetsdokter werden er sporen van geweldpleging vastgesteld, maar de verkrachting werd niet als een bewezen feit beschouwd. Geloof ik toch. Wel als een mogelijkheid. Ja, is toch wel wat vreemd, vind ik, hè? Maar ja, er was... Er was zoveel tijd overheen gegaan. Ja. Het hele onderzoek sleept nu al zo lang aan, meneer Holzberger. Het ziet er naar uit dat die moordenaar nooit gesnapt zal worden. De zaak lijkt zeer ingewikkeld te zijn, meneer Lichtveld. Wilt u het proberen? Ik zal er u royaal voor betalen. Die schoft moet gestraft worden. Kijk eens hier, ik ben bereid om mijn best te doen, maar er is al veel tijd verlopen sindsdien. Ja, dat begrijp ik wel. Ik wou nog wel even terug naar dat verjaardagsfeestje. Gelooft u dat iemand van de gasten... Ik geloof niets, meneer Lichtveld. In ons vak tellen eerst en vooral de feiten. En dan zijn er ook nog de psychologische aspecten. En de sfeer. De sfeer is zeer belangrijk. Ja goed, wat wenst u te weten? Hebt u tijdens die party niets verdachts opgemerkt? Nee, helemaal niet, geloof ik. Hoe laat zijn uw gasten weggegaan? Iets na middernacht. Vrolijk, een beetje luidruchtig zelfs. Zijn ze allemaal samen vertrokken? Ja, behalve Gertie, Ben, Emmy, ik en ook Evert. Evert Grashoff? Hij woont toch bij ons in het tuinhuis? Oh, juist, ja. En... U bent dan samen nog wat opgebleven? Ja, de jonge lui voelde er niets voor om al naar bed te gaan. Emmy en ik wilden eigenlijk liefst dadelijk naar kooi. We moesten Sander een daags vroeg op, ziet u. En ja. Evert. Evert was ook een beetje... Ja, hij had wel een glaasje op. Gertie vroeg hem nog of hij iets op de vleugel wou spelen. Deed hij dat? Ja. Hij begon de 6e symfonie van Tchaikovsky te spelen. Uh-huh. De pathetiek. Ja, het klonk erg mooi. Maar wel een beetje triest na dat feestgedoe. Gertie en Ben zaten dicht naast elkaar op een divan. Emmy schonk voor iedereen nog een afzakkertje in.
Zo heb ik Gertie voor het laatst in leven gezien. Jong en om te stelen zo mooi. Zo vol leven en toekomstplannen. Alvorens te gaan slapen heb ik haar nog gezoend. Die muziek. Oh, die muziek. Wat bedoelt u, meneer Lichtveld? Die muziek. Wat is er, meneer Lichtveld? U doet zo raar. Hoort u me niet? Het is die muziek. Luister. Ik hoor niets, meneer Lichtveld. Ben vond ze te treurig. Ben wou dat Evert ermee zou ophouden. En toen... Toen... En toen, meneer Lichtveld? Evert liep meteen naar buiten, alsof hij boos was. We zijn dan maar gaan slapen. Voelt u zich goed, meneer Lichtveld? Ja, ja. Het is die herinnering. Het is voorbij, meneer Holsbergen. Zo. Bedankt, meneer Lichtveld. Maandag ga ik meteen aan de slag. En ik houd u op de hoogte. De kwestie van het honorarium regelen we later wel. Ja, u moet me natuurlijk nog alle adressen van de verdachten bezorgen. En ook de telefoonnummers, opdat ik... Van Jan, hallo. Ben jij het, Kasper? Ja? Het is bijna 9. Waar ben je? Ergens tussen Gent en Antwerpen. Loken, zie ik. Hoe was het in Londen? Nou ja, Londen is Londen, hè, maar Jan. Geen regen voor één keer. En hoe was het aan zee? Ik ben hier op de flat gebleven, Kasper. Waarom? Ach, zonder jou zou ik me daar toch verveeld hebben. Wat heb je dan gedaan tijdens het weekend? Je mag 3 maal raden, Kasper. Hoe kan ik dat nou weten? Ben je boos? Boos? Ja, je stem klinkt zo... Ach, ik ben wat moe, maar Jan. Ik heb maar een paar uurtjes gemaakt, begrijp je? Op de mailboot. Je had moeten vliegen. Na die noodlanding in Lissabon vlieg ik niet graag meer, dat weet je toch? Rij je nu naar je flat? Nee, ik kom zo naar het kantoor. Zorg voor een stevig ontbijt, wil je? Ah, daarvoor bel je me op. Zeg, maar Jan, luister eens even. Ik heb Lichtveld gezegd dat ik meteen die zaak zou aanpakken, hè? Het zal niet meevallen, vrees ik. Zelf niet stilgezeten, Kasper. Zo, wat heb jij dan gedaan? Ik heb zaterdag dat hele verhaal van Lichtveld, ja, ik bedoel zijn relaas van de feiten samengevat, netjes uitgetikt en de tekst voor controle naar die commissaris Bouwman per expres opgestuurd. Nou, dat is prima, Marian. Ik zal hem vandaag nog opbellen. Ik heb ook een lijst opgesteld met de namen van alle verdachten, hun adressen en de telefoonnummers. Ze ligt gereed op je bureau. Je bent een schat, Marian. Ik wil eerst al die mensen ontmoeten en de versie van Lichtveld zo secuur mogelijk natrekken. Zeg, apropos, kun je mevrouw Lichtveld opbellen? Hè? En vraag haar waar en wanneer ik met haar kan praten. Liefst in mijn kantoor natuurlijk. Hè? En vandaag nog als het gaat. Ik heb het genoteerd en ik doe het dadelijk. Ik wil ook eens telefoneren met die oude dokter Winter. Dokter Winter, zoek alvast een nummer op. Oké, nog iets? Voorlopig niet, nee. Zeg, vergeet mijn ontbijt niet, hè? Het wordt voorgezorgd. Zeg, maar ja... Ik heb een verrassing voor jou meegebracht. Verrassing? Je maakt me nieuwsgierig. Je mag ook 3 maal raden. Dat is het? Raad maar. Zo niet veel, Kasper. Een cadeau? Ja. Wat? Zul je wel zien, hè? Doe maar. Zet mijn ontbijt klaar. De koffie extra sterk, wil je? Dat zo dadelijk, hè? Daar. Hallo, ben ik bij Lichtveld? Hier, mevrouw Lichtveld. Met wie spreek ik? Met de secretaresse van detectieve Holsbergen, mevrouw Lichtveld. Oh, mijn man is al naar de stad gegaan. Mevrouw Lichtveld, meneer Holsbergen zou u graag ontmoeten. In verband met die zaak. Anton heeft me alles verteld. Maar wat kan ik... Kan hij u vandaag ergens treffen, mevrouw? Ja, natuurlijk. Maar ik zie heus niet... Waar en wanneer, mevrouw? Hier. Kent u het adres? Jawel. Om hoe laat? Of wacht u even. U telefoneert vanuit Antwerpen, nietwaar? Ja, vanuit het kantoor van meneer Holsbergen. Ik moet deze namiddag toch naar de stad. Dan kunt u misschien naar hier komen. België-Lijnen... Ik weet waar het is. Ah. Laten we zeggen, omstreeks 5 uur deze namiddag. In orde? Ik noteer het, mevrouw. Dank u. Dag, mevrouw. Dag.
Bijna 9:30. Casper kan elk ogenblik arriveren. God, ik moet direct voor zijn ontbijt zorgen. Smaakt het? Het is lekker, hoor. Ik ben net klaar. Zeg, sta jij soms nog altijd voor de spiegel, hè? Nou, kom even de boel afruimen, Marianne, wil je? Ik vlieg, ik ben er al. Ach, verdomme, waar ligt mijn pijp nu weer? Casper, je moet toch eens een bril kopen, weet je dat? Ah, hier. Nou, jongetje kan niet zonder zijn fopspeentje, hè? Fixatie uit de orale periode. Zeg, alsjeblieft, zeur weer niet, hè? Ja, pijp of geen pijp, je ziet er inderdaad nogal pips uit, weet je dat? Moe wil je zeggen, zeker, hè? Maar jij, Marianne, jij ziet er in elk geval schitterend uit, Marianne. Echt waar. Ja, maar ik ben ook de volmaakte vrouw. Een dame, een meid en een... Hoop, alsjeblieft, hoor. Foei. Ik zal het niet gezegd hebben. Laat me je liever eens bekijken. Wat zeg ik? Bewonderen. Oh, zeg, die halsketting zat je prachtig, hè? Vind je? Ja. Ja, het was inderdaad een lieve verrassing van jou, Casper. En met mijn nieuwe jurk aan zal ze nog veel beter tot haar recht komen. Ja, dat geloof ik zeker, ja. Maar er is werk aan de winkel, hè? Apropos, heb je mevrouw Lichtveld te pakken gekregen? Ja, ze komt naar hier, om 5:00 deze middag. Ja, dat is mooi, dat is goed, ja. Dan ga ik meteen die autodokter Winters aan de tand voelen. En zoek jij alvast het nummer van commissaris Bouwman, wil je? Tot uw dienst, meneer. Ach, jij. Met dokter Winter. Ja, dag dokter Winter. U spreekt met Casper Holsberg hier. Casper Holsberg? Ik geloof niet dat ik u ken, meneer. Ik ben privédetectief. Waarover gaat het? Aan privédetectives heb ik geen boodschap. Dokter Winter, herinnert u zich die moordzaak in 1977? In het landhuis van Lichtveld, de Reden. Een jonge vrouw en haar man, allebei doodgeschoten. Ja, dat herinner ik me, meneer. Maar wat hebt u... Wel, de zaak is nog altijd niet opgehelderd, ziet u. En nu heeft meneer Lichtveld mij opgedragen een nieuw onderzoek in te stellen. U bent dus niet van de politie? Nee, ik ben toch privédetectieve. Wat wilt u van mij? Ik had graag een gesprek met u gehad over dat onderzoek van u. Kan dat? Als u erop staat. Komt u onmiddellijk naar me toe? Ja, dat is goed, zo afgesproken. Ik kom dadelijk. Tot straks, dokter Winter. Dag. U hebt de twee lijken toen als eerste onderzocht, nietwaar? Dat klopt, ja. Kunt u me enkele details geven? Wat bedoelt u? Ja, waar u de lijken gevonden hebt en de aard van de verwondingen en zo. Meneer Holsbergen, ik geloof niet Winter, dat ik... Misschien wilt u eerst zelf meneer Lichtveld opbellen. Hij zal u bevestigen dat hij inderdaad mijn opdrachtgever is. Nee, niet nodig. Wel, wacht even. De twee lijken lagen in de living. De man op de divan. De jonge vrouw op de vloer. Haar armen netjes gekruist over haar borst. Dat viel me direct op. En de verwondingen? De man had een kogel in de rechterslaap, meen ik. Ja. De vrouw een kogel boven de linkerwenkbrauw. Ze moeten allebei op slag dood geweest zijn. Hoe laat was het toen u in het landhuis aankwam? Tja, het was op een zondag. Zowat 4:00 in de namiddag. Ja, 4:00. Hoe lang waren ze toen al dood? Volgens de rigor mortis... 6 tot 7:00. Ja, dat is natuurlijk altijd approximatief. Dus werden ze vermoord diezelfde voormiddag tussen 9:00 en 10:00 zowat? Ja, zowat, ja. De jonge vrouw was verkracht, heeft men beweerd. Ja, heel zeker. Haar ondergoed was gescheurd. En de hematomen op haar lichaam waren kennelijk toegebracht nadat de dood al was ingetreden. Ja, als ik me niet vergis, heeft de wetsdokter dat in zijn rapport in twijfel getrokken. Ja, dat weet ik. Maar hij heeft de lijken pas de maandag daarop gezien en onderzocht. Ja, inderdaad, ja. Dus volgens u werd de jonge vrouw beslist verkracht? Geen twijfel mogelijk. Bovendien gebeurde dat nadat ze al dood was. Ja, ook dat zou volgens de wetsdokter niet... Maar hij vergist zich. Die jonge vrouw werd door een sadist met necrofiele neigingen omgebracht en misbruikt. Er werden duidelijke spermasporen ontdekt, ja, dus... Ja, dat bewijst wel dat ze gemeenschap met een man gehad heeft. Het was verkrachting. En dan die armen netjes over haar borst gekruist. Een typisch geval...
Zoals Groos Selig het beschrijft in zijn handboek der criminalistiek. Ja, maar dokter Wendt, is het al met al toch niet mogelijk dat zijn opdringerige man eventueel haar eigen echtgenoot afgeweerd heeft, alvorens de coïtus plaatsvond? De wanorde van haar kleren en hematomen kunnen misschien toegeschreven worden aan een spontane afweerreactie. Iets als vis haut ingrata, zoals de rechtsgeleerden in het oude Rome dat zeggen. De man kan er van zijn kant brutaal of althans onbeheerst hartstochtelijk gereageerd hebben. Nee. Ze werd verkracht nadat ze al dood was. Als u me toch niet gelooft, waarom bent u dan naar hier gekomen? Ja, maar, dokter Winter, alsjeblieft. Ik heb u verder niets te zeggen, meneer. Meneer... Holzbergen. Juist. Zo, dan hartelijk bedankt mij voor dit gesprek, dokter. En tot ziens. Goeiedag. Ja, hoho. Dat was een echte bulldog. Zo dwars als een draaiboom. Nee. Ze werd verkracht. Ja. Hallo, Marjaan? Ja, Kasper, ik ben het. Zeg, Marjaan, wil je even commissaris Bouwman voor mij oproepen? Oké, Kasper. Dankjewel. Dokter Winter bevestigt Gertie Vedde. Na moord. Verkracht. Hallo, Marjaan, heb je commissaris Bouwman aan de lijn? Ja, Kasper, ze gaan hem roepen. Hij is in het gebouw. Oké, wil je hem doorgeven van zodra je hebt? Ja, dadelijk. Hallo, Marjaan, heb je al contact? Ja, Kasper, ik heb hem aan de lijn. Geef hem maar door, hè. Oké. Hallo, met commissaris Bouwman. Hallo. Ah, met commissaris Bouwman. Ja. Kasper Holzbergen hier. De privédetectieve. Ja, inderdaad, ja. Zo, u hebt mij die expressbrief gestuurd. Dat deed mijn secretaresse. Hebt u hem gelezen? Ik vond hem vanmorgen op mijn bureau. Nu moet u eens goed naar me luisteren, meneer Holzbergen. Dat doe ik. Als u denkt dat wij hier niets anders te doen hebben... Commissaris. Precies, ik ben commissaris. En ik heb het razend druk, begrijpt u dat? Commissaris Bouwman, ik werk in opdracht van meneer Lichtveld, de reder. Die kent u toch? Natuurlijk ken ik meneer Lichtveld. Het gaat dus over die dubbele moord. Weet ik, man. Dan hebt u alles gelezen. Ja. Maar als u denkt dat u van mij een schriftelijk antwoord gaat krijgen, dan maakt u zich illusies. Daar heb ik geen tijd voor. Juist daarom bel ik u op, commissaris. Het is voor mij heel belangrijk. Die moord dateert al van 1977. Gelooft u nu echt dat u in uw eentje die zaak kunt ophelderen? Meneer Lichtveld betaalt er mij voor. Ja, geld heeft hij zeker genoeg. En uw naam is mij ook niet onbekend. U zult wel meer verdienen dan een politiecommissaris. Wat bedoelt u nu? Ach, als meneer Lichtveld zijn goede geld wil weggooien, dan moet hij dat weten. Maar wij staan toch in hetzelfde kamp, commissaris? Hoezo? In de strijd tegen de misdaad, bedoel ik. Ah, maar u bent een amateur. Ik zal het kort maken, commissaris. U hebt Lichtvelds versie van de feiten gelezen? Inderdaad. Eén vraag, zegt commissaris. Strook ze met de vaststellingen die u toen gedaan hebt. Ik zal ook kort zijn, meneer Holzbergen. Natuurlijk heb ik alles gecontroleerd. Wat dacht u anders? En? Ik kan u verzekeren dat het allemaal klopt. Dat is vriendelijk van u, commissaris. U hebt me zo pas een grote dienst bewezen. Graag gedaan, maar ik hoop niet dat u daarmee veel opziet. In elk geval bedankt en altijd op een wederdienst bereid. Dag, commissaris. Dag, meneer Holzbergen. Ach ja, het is altijd weer hetzelfde, Marjan. Zo'n zaak ziet er vaak veel moeilijker uit dan ze in feite is. En weet je hoe dat komt? Jij zult het wel weer weten, Kasper. De mens is geneigd elk probleem als een strikt logisch probleem te benaderen. Het zit in de natuur van onze geest. Dat lijkt toch verstandig, of niet soms? Ja, dat is het ook, ja. Als het om een logisch probleem gaat. Maar het oplossen van een misdaad is nooit een louter logisch probleem. Wie zuiver logisch te werk gaat, zal trouwens nooit een misdaad plegen. Nee? En waarom niet? Onder meer al, omdat het plegen van een misdaad altijd een te groot risico impliceert. Ah, heel wat misdaden worden nogthans nooit opgehelderd. Ja, dat is een feit, helaas. Dus? Jij denkt dan zeker dat een niet opgehelderde misdaad een perfecte misdaad is? Zo ziet het er toch naar uit. Maar zo is het nooit.
Het is een kwestie van stom geluk. Of van stom ongeluk. Hangt er vanaf hoe je het bekijkt natuurlijk. Gewoon een toeval. Perfecte misdaden bestaan niet. Kunnen ook niet bestaan. Er zijn nogthans zeer schrandere, ja zelfs geniale misdaders. Er zijn verbazend schrandere en ook geniale mensen, maar niet veel. Nou, als zij een misdaad plannen, is de kans groot dat ze het erg knap aan boord zullen leggen. De kans om ontmaskerd te worden wordt dan door hen tot een minimum gereduceerd. Maar realiteit is er nooit nihil. Dat kan niet, natuurlijk. En waarom niet? Maar kijk, wat op het theoretische vlak perfect kan zijn, moet in de praxis nog altijd omgezet worden in een reeks op elkaar volgende handelingen. Uiteraard zijn daar ook andere personen dan de misdadiger zelf en bovendien ook nog allerlei nooit 100%ig te voorziene factoren bij betrokken. Een reële situatie zonder imponderabilia bestaat niet. Nu begin je professoraal te worden, Casper. De volmaakte misdadiger zou eigenlijk alwetend en almachtig moeten zijn. Zoals God. Ja, ja, misschien ja. Maar als hij dat allemaal zou zijn, dan zou hij helemaal geen misdaad meer hoeven te plegen. Dan zou hij zijn problemen veel eenvoudiger kunnen oplossen. Oh ja? Ja. Dan zou hij zelfs nooit met problemen geconfronteerd worden. Nou, vergeet ook niet dat het motief van de misdadiger nooit van strikte logische, maar overwegend, ja vaak volledig, van emotionele aard is. Dat is een zwakke punt, Marjan. De misdadiger denkt wel dat hij eigenmachtig ingrijpt, maar in feite wordt hij tot het plegen van de misdaad gedreven door een macht die sterker is dan hijzelf. Ja, in dat geval is hij niet verantwoordelijk of althans minder toerekeningsvatbaar dan men denkt. Ja, ja, maar dat is een aspect van de zaak waarmee ik als detective niets te maken heb. Hm? Het is mijn taak hem te ontmaskeren. Ik ben geen rechter, geen moralist, geen filosoof. Nee. Eigenlijk ben jij een jager. Hm? Ja, precies, ja. Een jager moet zich als het ware identificeren met het wild waarop hij jaagt. Dus ben jij in zekere zin ook een misdadiger? Ja, potentieel, jazeker. Ja. Oh, Casper, je maakt me bang. Wel, als men er diep op ingaat, hè, heeft iedereen redenen genoeg om bang te zijn voor iedereen. Maar ik keer terug tot mijn probleem. Ik zei dat zo'n misdaad er vaak veel moeilijker uitziet dan ze werkelijk is. En ook dat is te wijten aan het feit dat wij geneigd zijn om elk probleem te benaderen als een logisch probleem. Terwijl een misdaad nooit een zuiver logisch probleem kan zijn voor hem die ze wil ophelpen. Ja, dat heb je al gezegd. Ja. Daarom hecht ik zoveel belang aan al die menselijke factoren, Marjan. Daarom wil ik nu ook weer al die lui eerst ontmoeten. Gewoon met hen praten. Dat kan zeer leerrijk zijn. Pas daarna ga ik in dat landhuis van de Lichtvelds rondsnuffelen. Dat kan wachten, ja. Na zoveel tijd zal er daar toch niet veel meer te ontdekken vallen, vrees ik. En daarom probeer ik ook altijd niet alleen maar logisch te denken. Bedoel je dat je ook onlogisch denkt? Ach, lieve hemel, Casper. Nee. Onlogisch niet. Ken je Edward de Bono? Wie is dat? Een beruchte moordenaar? Een dokter in de geneeskunde. Mm. Een psycholoog, een filosoof, een universiteitsprofessor. Zo'n hoogvlieger. Ja. Een Jan Weetal dus. Ja, in elk geval een heel originele vent. Hij heeft mij het verschil geleerd tussen verticaal en lateraal, denk ik. Nooit van gehoord, Casper. Eerwoord. Hoe laat is het nu? Bijna 5 uur. Ja, dan kan die mevrouw Lichtveld elk ogenblik komen. Dat heeft ze toch beloofd, ja. Zeg, verveel ik je? Ach, nee, bij lange niet. Je verveelt me nooit, Casper. Maar je zit weer op je praatstoel. Nou ja. Dat heb je altijd als je met een nieuwe zaak bezig bent. Maar je praat jezelf op gang. Ja, hm? Ja, ik zal er maar bij ophouden, zeg. Nee. Ik leer ook graag wat bij. Zeg, spot niet, hè? Dat was maar een grapje. Ah, toen nu. Nou goed, oké dan. Wel, op school hebben ze ons verticaal leren denken. Net als computers. Stap voor stap. Heel logisch. High probability thinking. In vaste schablonen. En dat is al moeilijk genoeg. Met verticaal denken kun je heel wat problemen oplossen. Maar soms gaat het niet. Dan moet je lateraal denken. Voor het ophelderen van een misdaad is dat dikwijls nodig. Ja, maar wat is lateraal denken? Kijk, ik zal je proberen uit te leggen hoe dat werkt. Maak het niet te moeilijk, Casper. Ik ben namelijk maar een arme vrouw. Ja, mooi roofdier jij. Ik weet wel hoe jij over de mannen denkt, Marjan. Beter dan de meeste mannen over de vrouwen denken. Nou, jij bent in elk geval een parel. Maar wil je nu echt weten hoe lateraal denken werkt, ja of nee? Gaat het niet boven mijn petje? Nee. Het is helemaal geen magische formule, hoor. Nee. Iedereen kan het. Ik geloof zelfs dat vrouwen er makkelijker toe komen dan mannen. Mm-hmm, dat hoor ik graag. Kijk, lateraal denken is eigenlijk heel eenvoudig. Gewoon banaal zelfs. Dat hoor ik minder graag. In feite is het dit. De zaak is anders bekijken. Ongedwongen, vrij. Zonder de beperkingen die men dikwijls ten onrechte zelf oplegt. Edward de Bono gaat van het volgende voorbeeld uit. Een man die geld geleend had van een oude, lelijke woekeraar, liep gevaar wegens schuld in de gevangenis te belanden. Mm-hmm. Zoals dat vroeger gebeurde.
De woekeraar, die de jonge en mooie dochter van de man begeerde, was bereid de schuld kwijt te schelden als het meisje zijn vrouw zou worden. Na deze oplossing van het probleem wezen vader en dochter natuurlijk vol afschuw van de hand. Ja, dat is nogal logisch. Yes. Toen deed de woekeraar het volgende voorstel. Hij zou in een lege tas een witte en een zwarte kiezelsteen stoppen. Als het meisje zonder te kijken er de zwarte uithaalde, moest ze met hem trouwen en was de schuld van haar vader kwijtgescholden. Aha. Als ze de witte koos, mocht ze bij haar vader blijven en was de schuld ook kwijtgescholden. Maar als ze weigerde een kiezelsteen uit de tas op te vissen, zou haar vader zonder pardon in de gevangenis moeten. Ten einde raad werd door de man en zijn dochter dit ultimatum aanvaard. Het meisje zag hoe de woekeraar vlug twee zwarte kiezelstenen van het pad opraapte en in de tas deed. Ja, wat moest ze doen? Kijk, als je verticaal denkt, zijn er in die situatie slechts drie mogelijkheden. Ten eerste, het meisje weigert een kiezelsteen uit de tas te halen. Ja. Ten tweede, ze beschuldigt de woekeraar ervan dat hij twee zwarte kiezelstenen in de tas gestopt heeft en een bedrieger is. Mm-hmm. Ten derde, ze neemt uiteraard een zwarte kiezelsteen uit de tas en offert zich op voor haar vader. Geen van de drie is de goede oplossing. Wat deed dat meisje, dacht je? Ja, geen idee. Ja, er zit voor haar en haar vader geen goede oplossing in. Ja, ja, toch wel, toch wel, toch wel. Als je lateraal denkt. Oh, hoezo? Maar kijk, dit is als heel eenvoudig. Het is onmogelijk. Ze nam gewoon een kiezelsteen uit de tas. Ja. Natuurlijk een zwarte, want er zaten twee zwarte in. Ze liet hem als per ongeluk op het kiezelpad vallen. Ze verontschuldigde zich met een lieve glimlach, een typisch vrouwelijk manoeuvertje dus. En ze stamelde, oh god, wat jammer. Maar het is niet erg. Kijk maar in de tas, zo weet je meteen of ik een witte of een zwarte kiezelsteen uit de tas gehaald heb. Hé, dat was snugger van haar. Ja, inderdaad. Eén voor haar en haar vader uitzichtloze situatie veranderde ze in een oogwenk in de voor hen beide meest gunstigste situatie. Het was dé oplossing. De woekeraar verloor het spel. Maar ze speelde wel vals. Ja, het spel was al vervalst door de woekeraar. Ja. Je moet je tegenstander altijd met zijn eigen wapens bekampen. Ja, wie verticaal denkt, denkt binnen een strikt logisch systeem. Door lateraal te denken, ontsnap je aan het systeem. Mm-hmm. Je denkt niet onlogisch, maar je kunt ineens andere richtingen uit. Ja, ja. Ik moet nu de moordenaar van Gertie Vedder en van haar man opsporen. Ik moet dus proberen de hele situatie waarin de misdaad gepleegd werd zo goed mogelijk te reconstrueren. Te begrijpen, aan te voelen. De feiten, de toestanden, de achtergronden, de mensen. Dat is moeilijk, maar dat is zelfs nog niet voldoende. Als ik dan over al die gegevens beschik en erover begin na te denken, zoals een buitenstaander dat doet, dus louter logisch, verticaal dus, is de kans groot dat ik nooit zal ontdekken wie de moordenaar is. Ik moet het probleem proberen te bekijken vanuit het standpunt van elke verdachte. Ik moet me als het ware in de situatie van elk van die mensen inleven. Empathie, snap je? Ach, dat is toch vreselijk vermoeiend, Casper. Hoe doe je dat? En hoe hou je het vol? Dat maakt het juist zo interessant, Marjan. Als ik op een leeuw jaag, dan moet ik een leeuw worden. Nou, als ik achter een hyena aanzet, moet ik trachten te denken en te voelen als een hyena. Als ik een wijfje wil versieren, dan moet ik mijn tactiek aan haar psychologie aanpassen. Ah, jij Don Juan. Dat is maar een voorbeeld natuurlijk. Chameleon. Als ik ooit iemand vermoord, hoop ik dat jij niet met de zaak belast wordt. Als jij ooit iemand vermoord, dan zal ik wel het slachtoffer zijn. Ach, nee, jij niet. Ik hou te veel van je. Al verdien je dat niet. Hé, hey, boa constrictor. Hé, hey, Marjan, zeg je brug me bijna. Stik, niet zo wild. Hey, laat me los, verdomme Marjan, laat me los. Dat zou waarschijnlijk mevrouw Lichtveld zijn. Pas op mijn halsketting. Wacht even. Ja, zo. Hoe zie ik eruit? Probeer maar vlug weer uit te zien als de deftige secretaresse van de beroemde privédetectieve Casper Holsberg. Ja, probeer jij er dan zelf weer uit te zien als die beroemde laterale denker. Nou, vlug Marjan, ga nu. Laat mevrouw Lichtveld niet te lang wachten. Jawel, meneer. Tot uw dienst, meneer. Oh, mevrouw Lichtveld. Ik dacht al dat er niemand meer was. Nee, mevrouw Lichtveld. Komt u toch binnen. Meneer Holsberg verwacht u. Mevrouw Lichtveld, meneer. Oh, dag mevrouw Lichtveld. Dag meneer Holsbergen. Hebt u het makkelijk gevonden? Oh, jawel. Oh, gaat u toch zitten mevrouw Lichtveld, gaat u toch zitten. Ik ben blij dat u gekomen bent mevrouw Lichtveld. Ik doe het voor mijn man meneer Holsbergen. Die hele zaak begint voor hem een obsessie te worden. Mag ik u iets vragen? Ja, natuurlijk mevrouw. Denkt u dat u kunt slagen?
heel eerlijk. Het gaat me niet om het geld, hoor. Nou ja, als iedereen bereid is om mee te werken, dan... Van de moordenaar kunt u dat niet verwachten, meneer Holzbergen. Verdenkt u iemand? Nee. Ik zou natuurlijk ook graag willen dat de moordenaar van die arme Gertie en van Ben ontdekt wordt. Maar ik maak me vooral zorgen over mijn man, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, ja. U bent Nederlandse, hm? Uit Rotterdam. Wanneer bent u getrouwd? In 51. Mm-hmm. Anton kwam toen vaak naar Rotterdam voor zaken en zo. Nou ja... Ja, u hebt geen kinderen? Nee. Mm-hmm. Anton en ik verlangden wel erg naar een kind. We hebben heel wat specialisten geraadpleegd, zonder resultaat. Een proefbuisbaby was toen nog niet mogelijk. Nee. In 52 heeft Anton dan zijn mooie vriend Evert Grassoff in het tuinhuis geïnstalleerd. Hij, zijn vrouw en hun dochtertje nota bene. Ach ja, ik wist niet dat Evert Grassoff getrouwd was. O, jawel. Huh? Maar werken heeft die slapjanus, die meneer, nooit gedaan. U kijkt misschien wat vreemd op, meneer Holzbergen. Nee. Maar ik steek mijn mening nooit onder stoelen of banken. Die Evert Grassoff schreef, zogenaamd. Nou, schrijven. Niks hoor. Een luilak, een klaploper, als u het mij vraagt. Hij woont nu nog altijd in het landhuis, nietwaar? Ja, als het van mij afhing. Maar Anton, nou ja. In 54 was die mevrouw Grassoff de hele situatie kotsmisselijk. Sorry, helemaal beu. Ze trok eruit, samen met haar dochtertje. We hebben hem nooit teruggezien. En Evert Grassoff bleef? Honkvast. Gewoon. Hij vond het blijkbaar een goede oplossing. En Anton zich maar uitsloven. In 58 werd hij getroffen door een hartinfarct. Meneer Lichtveld ziet er nogthans welvarend uit. Ja, gelukkig herstelde hij. Het was een moeilijke periode voor mij. Nou kijk, zie, als u er niet graag over praat, dan kunnen we... Graag niet, meneer Holzbergen. Maar ik heb goed nagedacht voor ik hier naartoe kwam. U moet natuurlijk alles weten, anders heeft het geen zin. Dat is juist, ja. Dat zie ik heel goed in. Door dat hartinfarct kwam het aan het licht dat Anton toen een verhouding had. Met de jonge weduwe van een invloedrijke dokter uit Brussel. Mm-hmm, dat was voor u waarschijnlijk... Dat was inderdaad een harde klap voor mij. Maar zo is het leven nu eenmaal. Klappen krijg je altijd. Dat je ze krijgt van iemand van wie je houdt, is natuurlijk afschuwelijk. Waarom vertelt u me dat eigenlijk, mevrouw? U moet toch alles weten? Ja, maar... Nou ja. Anton was toen erg ziek. En wat kon je als vrouw in die tijd doen? Hm? Ik schonk een vergiffenis. Ik verpleegde hem uitstekend. Ik maakte hem weer gezond. Hij had er ook vreselijk spijt over. Kortom, ik redde ons huwelijk, zoals dat heet. Nou, daarover heb ik achteraf nooit spijt moeten hebben. Anton is wel een heel goede man, hoor. Die jonge, knappe weduwe maakte kennis en trouwde met een Argentijnse diplomaat. Ze vestigde zich met hem in Buenos Aires. Anton genas, dag weduwe. Einde van de episode. Maar toen kwam Antons broer, Karel, samen met zijn vrouw Lulette om in een luchtramp. Ze woonde in de toenmalige Congo. Ze hadden een dochtertje, de kleine Gertie. Amper 3 jaar oud. U hebt dat kind toen bij u in huis opgenomen, hè? Ja. Ach, ik was toch al dol op kinderen. Anton vond het best, hoor. En Gertie werd zowat onze eigen dochter. Ik heb het kind willen adopteren. Ik heb er zelfs bij Anton op aangedrongen. Hij was toen ook al heel erg op de kleine meid gesteld. Maar van adoptie wou niks weten. Dat heb ik nooit goed begrepen. Gertie groeide bij ons op tot een mooi en lief meisje. Ze was nog erg jong, zowat 15, toen ze kennis maakte met Ben Vedder. Die was zelf nog maar 19. U weet hoe dat vandaag gaat, hè? Ben was de zoon van een kruidenier hier in Antwerpen. Hij studeerde rechten. Een jongen van morgenwerk, huldewerk. Overigens een knap student, hoor. Ik was vlug op de hoogte van die prille idylle. Ik probeerde de jongelui zoveel mogelijk in de gaten te houden. Aan Anton zei ik eerst niks. Hij was trouwens altijd zo busy. Hij merkte niet wat er aan de hand was. Die kruidenier, die zelf ook al weduwnaar was, is toen doodgegaan.
en ben wel stagiair bij een bekende advocaat hier in de stad. Gertie en hij begonnen aan trouwen te denken. Ik vond Ben wel een sympathieke jongeman. En Gertie wou hem per se hebben. Ze was gewoon desolaat van hem. Meisjes? Ja, ja. Nou, bij hem straalde de liefde ook de broekspijpen uit, hoor. Enfin. Anton werd voorzichtig op de hoogte gebracht. Wild enthousiast was hij zeker niet. Die oude bourgeois-mentaliteit heb je nog meer in België dan bij ons. Anton vond dat Gertie te jong was en dat ze een veel betere partij kon krijgen. Maar Gertie liet niet af en... Nou ja, ik hielp ook wat mee. En toen was het voor elkaar. Het jonge paartje vestigde zich hier in Antwerpen. En Anton gaf Ben een goede job in de rederij. Ze kwamen geregeld bij ons op bezoek. 2-3 maal per maand. En ze waren gelukkig. Geen vuiltje aan de lucht dus. Wel, nee. Maar, ik bedoel, tussen hen beiden ging het uitstekend, hoor. Nooit wat gemerkt. Nee, maar Anton was niet zo erg tevreden over de werkprestaties van Ben. Op de rederij dan. Had hij precieze klachten? Daar heeft hij nooit veel over gezegd. Maar ik weet zeker dat hij Ben geen geschikte kracht vond. En u, mevrouw? Ik? Ik zou het niet weten. Ik heb me nooit met de zaak ingelaten. Ben gaf wel graag veel geld uit. Dat wel, ja. Als kruidenierszoon was hij met zijn achterste in de boter gevallen. Zoals men dat zegt, hè. Maar een kind kwam er niet. Huh? Nee. Daar voelde zich een van beiden iets voor. En dat vond ik dan jammer. Ja. En toen werd dat verjaardagsfeestje gevierd. God, ja. Dat was nog een idee van mij. Uitgerekend van mij. Uw man, meneer Lichtveld, heeft me daarover al heel wat medegedeeld. De namen van de aanwezigen, dat zoekspelletje en zo. Hij had ook die meneer Grassoff uitgenodigd. Stel je voor. Mm-hmm. Zeg, toen de andere genodigden al weg waren, apropos, hoe laat was het toen? Omstreeks middernacht. Juist, ja, inderdaad. En toen bent u samen nog wat opgebleven en Evert Grassoff heeft zelfs nog op het klavier gespeeld, ja? Ja. Ik wil eigenlijk naar bed. Ja, omdat u zaterdags al vroeg naar Rotterdam moest. Ja. Die meneer Grassoff was toen weer eens wat aangeschoten. Gebeurt dat vaak? Die man is altijd een dronkelap geweest. Een artiest, zegt Anton dan. Hij speelde de pathetiek van Tchaikovsky. Afschuwelijk treurige muziek van die Rus, ja. Een homofiel, dat men mij gezegd heeft. Ja, hij is al vele jaren dood, mevrouw. En toen ging iedereen naar bed. Ja. Anton en ik zijn die zondagmorgen vroeg opgestaan. Gertie en Ben sliepen nog? Ja. Toen ik naar buiten ging, zag ik dat Ben weer zijn witte Mercedes vlak voor de garagedeur had laten staan. Ging u de wagen uit de garage halen? Na zijn hartinfarct mocht Anton geen lange afstanden meer rijden. Dat is dan zo gebleven. Oh, ik chauffeur graag. Ik heb mijn eigen auto, een Citroën. Als we naar Rotterdam gaan, zit ik altijd aan het stuur. Ik wil alweer naar binnen gaan om Bens autocontactsleutel te zoeken, maar toen zag ik dat hij er nog op zat. Ik parkeerde Mercedes voor het landhuis en reed daarna mijn Citroën naar buiten. Waar was uw man ondertussen? Huis natuurlijk, waar anders? Och, hij komt 's ochtends altijd heel traag op gang. Toen ik weer naar binnen ging, had hij nog niet eens ontbeten. Hij stond voor de spiegel zijn das te strikken en deed weer nerveus. Hoe laat was het toen? We waren iets later opgestaan dan voorzien. Zowat 8 uur, vermoed ik. Hoe lang heeft die hele geschiedenis met die twee wagens geduurd? Waarom vraagt u dat? Was maar. Een 10-tal minuten misschien. Daar heb ik heus niet naar gekeken. En meneer Lichtveld is al die tijd in het landhuis gebleven? Uiteraard. U bent die ochtend niet in de living gaan kijken? Nee, hoor, want moest ik daar. We hadden haast. We zijn onmiddellijk weggereden naar Rotterdam. Dus namiddags hebben we dan vernomen wat er ondertussen thuis gebeurd was. Meer heeft ze me niet verteld. Wel, wat denk jij van die mevrouw Lichtveld, Marianne? Trots als een koetspaard. Een stijve stokroos, typisch Hollands. Of, zoals ze vroeger waren dan. Nee, ik weet niet.
Ze is met een gouden lepel in de mond geboren. Ja, ze is in elk geval nuchter en kordaat. Zeker niet Holland op zijn smalst. Nu jij met je empathie en je lateraal denken, Casper. Weet je nu al iets meer? Ja, daarvoor is het nog te vroeg. Anton Lichtveld heeft dus een scheve schaats gereden. Nauwelijks het vermelden waard en typisch mannelijk. Niet eens. En vandaag minder dan ooit. Maar waarom heeft ze me dat verteld? Zo'n oeroud en banaal intermezzo. Dat heeft toch niets met de moord te maken, Casper? Maar wel met de man. En vooral met het echtpaar Lichtveld. Waarom? Waarom heeft ze me dat spontaan verteld? Omdat ze het hem eigenlijk nooit vergeven heeft, natuurlijk. Omdat je die dingen nooit vergeeft zolang je vleeselijk aan je partner vasthangt. Er wordt mooie onzin over verteld, maar zo zie ik het, Casper. Het maakt te veel kapot. Is dat een waarschuwing, Marjan? Het is een feit. Het was zo in de oertijd en zo zal het altijd blijven. Maar ze is erg begaan met haar man, zegt ze. En toch krouwt ze dat oud zeer weer op. Geborneerd is ze nogthans niet. En stupide, zeker niet. Het is in haar keel blijven steken. Typisch vrouwelijk? Oh, nee. Typisch menselijk. Ik denk aan iets anders, Marjan. Wat? Ze is die zondagmorgen naar de garage gegaan om haar wagen naar buiten te rijden. Ja. Is ze daarbij niets opgevallen? Nee. Ze chauffeert altijd als ze lange afstanden moeten afleggen, beweert ze. Nee, daarover gaat het niet. Waarover dan wel? Waar was haar man ondertussen? Binnen natuurlijk, in huis. Juist, en? En wat? Maar ja. Maar ik weet heus niet waar hij op aanstuurt, Casper. Hoe lang heeft dat allemaal geduurd? Zo wat 10 minuten, zei ze. Hé, bedoel jij... Snap je? Hè? Verdenk je meneer Lichtveld zelf? Je weet dat ik niemand en iedereen verdenk. Maar hij is toch naar je toegekomen om de zaak op te helderen? Hij heeft er een bom duiten voor over als hij... Nee, dan zou hij toch alles doen om te voorkomen dat er een nieuw onderzoek ingesteld wordt? Inderdaad, inderdaad. Dat lijkt heel logisch, ja. En zo zal wel iedereen redeneren. Die man is toch niet gek? Oh, nee, zeker niet. Ik geloof integendeel dat hij over een stel uitstekende hersens beschikt. Maar hij zou er wel eens kunnen van uitgaan dat iedereen net zal denken zoals jij nu doet. Bedoel je... Ja. Hij staat immers op de lijst van de verdachten. De dubbele moord werd met zijn revolver gepleegd. Stel dat hij als volgt redeneert. Door het feit dat ik, Anton Lichtveld, zelf naar een privédetectieve loop om de zaak opnieuw te doen onderzoeken, zal iedereen toch wel denken dat ik onschuldig ben. Anders zou ik zoiets toch nooit doen. Door die stap lever ik dus het bewijs ab absurdo van mijn onschuld. Zeer scherpzinnig, maar toch vreselijk roekeloos. Niet noodzakelijk in zijn optiek. Misschien voelt hij zich nu volkomen veilig. In dat geval hoeft hij zo'n bijkomend risico toch niet meer te lopen? Primo, in dat geval is het geen risico. En secundo, hij kan ook nog andere redenen hebben om het toch te doen. Welke? Ja, die vraag kan ik nu nog niet antwoorden. Maar waarom zou hij Gertie en Ben vermoord hebben? Dat houdt toch geen steek? Hij hield van zijn nichtje. Nee, dat lijkt me allemaal te ver gezocht, Casper. Nou, op dit moment heb ik er nog geen flauw idee van welk motief hij zou kunnen gehad hebben om zoiets afschuwelijks te doen. Op dit moment weten we eigenlijk nog niets, Marjan. Of zo weinig. Nou ja, misschien komt er nog iets aan het licht waardoor deze nu monsterachtige en onwaarschijnlijke hypothese plotseling heel plausibel wordt. Is dit nu een staaltje van lateraal denken? Het gaat al die richting uit, ja. Nou, je gelooft toch zelf niet dat... Wat ik geloof of niet geloof is van geen belang. Dat heb ik al vaak genoeg gezegd, hè? In elk geval blijft Anton Lichtveld op mijn lijstje van de verdachten staan. En zijn vrouw? Ook natuurlijk. Ze kunnen samen onder één hoedje gespeeld hebben. Casper, jij bent vreselijk. Vreselijk lucide, inderdaad. Altijd geweest, meisje. Eén ding begrijp ik niet goed. Wat? Dat een man als jij van iemand kan houden. Van jou bedoel je? Ja. Jij vertrouwt toch niemand? Mij dus ook niet. Dat heeft met logica niets meer te maken, Marjan. Jij bent nu eenmaal mijn... Achillespees? Bedankt hoor. Dat klinkt verschrikkelijk romantisch. Ach, ik ben toch ook maar een kwetsbaar mens, Marjan. Goddank. Ik ga eens met Anton Lichtveld praten. Moet ik hem opbellen? Nee, ik roep hem wel even op vanuit de wagen. Maak jij een afspraak voor de morgen met kolonel Kuiten? Hier? Nou ja, waar hij wil. Hè. Zeg, tot straks op mijn flat. Wordt het laat? Nee, we gaan samen eens verder dineren in de stad. Goed, jij belt dus naar Kuiten en dan sluit je de boel maar, oké? Ja.
Kasper? Kasper? Hij is al weg. En hij heeft zijn pijp laten liggen. Ach, wat een man. Jij bent een dictator, Kasper. Een lieve dictator. Maar je bent van mij. En ik hou van je. Hallo, rederij Lichtveld. Met de privésecretaris van meneer Lichtveld, ja. U spreekt met Kasper Holsberg, juffrouw. Is meneer Lichtveld nog daar? Hij is met die vergadering, meneer Holsberg. Kan ik even met hem... Het spijt me, maar het zal niet gaan. Kunt u niet weer oproepen over een half uur? Ik kom dadelijk naar de rederij. Kunt u meneer Lichtveld mijn bezoek aankondigen? Meneer Lichtveld heeft het erg druk. Zeg hem dat Kasper Holsberg met hem wil praten. Ik weet niet. Kasper Holsberg is de naam, juffrouw. Ik ben er zeker van dat hij mij zal ontvangen. Ja, bedankt. Dag, juffrouw. Dag, juffrouw. Mijn naam is Kasper Holsbergen. Wilt u meneer Lichtveld op de hoogte brengen, alstublieft? Dag, meneer Holsbergen. Ja, maar hij is nog in de vergaderzaal. Goed, wilt u hem dan zeggen dat ik hier ben? Ik stoor hem niet graag. Kunt u niet even wachten? Geef hem een seintje als je wil. Hij zal mij zeker niet laten wachten. Goed, goed. Meneer Lichtveld, Mimi hier. Meneer Holsbergen is er. Ik kom dadelijk naar kantoor. Wat zegt u? Mimi, ik ben zo daar. Ja, in orde, dank u. Hij komt direct, meneer Holsbergen. Bedankt. Meneer Dubois, secretariaat hier. Zijn die stukken nu klaar? Ja. Stuur ze dadelijk. Wat doen we met dat overleggeld? Wat zegt u, die zaak van het overleggeld? Ja. Dat is toch voor de rekening van de bevrachter natuurlijk. Met Dancon? Ja, Dancon, zoals gewoonlijk. In Zeebrugge? Precies. Probeer het vandaag nog voor elkaar te krijgen. Maar vandaag nog, hè? Ja, oké, ik zorg ervoor. Bedankt. U hebt het wel druk, juffrouw. Zoals u ziet. Zo, daar is meneer Lichtveld. Dag meneer Holsberg. Dag meneer Lichtveld. Een ogenblikje, sorry. Zeg eens, Mimi, ga je even naar hen toe? Een drink kunnen ze nu wel gebruiken. Jawel. Komt u maar mee naar mijn kantoor hiernaast, meneer Holsberg. Dank u. Gaat u zitten. Dank u. Een sigaar. Nee, dank u wel. Dank u wel. Tja, dat is echt aardig. Ik kan mijn pijp nergens vinden. Oh, misschien toch een sigaar dan? Nou ja, goed, voor één keer heeft u dan. Dank u wel. Hier. Dank u. Ik ben wel wat verbaasd, meneer Holsbergen. Over het feit dat ik u hier kom opzoeken? Eerlijk gezegd, ja. Hebt u al nieuws misschien? Nou, zo snel gaat het niet natuurlijk. Ik heb deze namiddag met uw vrouw gepraat. En? We hadden het onder meer over Evert Grashoff. Aha. Het is me opgevallen... Dat zij hem helemaal niet kan pruimen, zeg het maar. Ja, inderdaad, ja. Heeft Emmy die arme Evert weer een artistiekerige stoethaspel genoemd? Nee, maar ze heeft er geen geheim van gemaakt dat ze die man wel een lastpost vond. Ik zei u al dat hij een oude vriend van mij is. Emmy en ik hebben wel eens woorden over hem gehad, maar dat heeft niets te betekenen. Ze weet dat ik hem na al die jaren niet in de steek wil laten. Meneer Lichtveld, ik heb ook eens nagedacht over die prentbriefkaarten, die bedreigingen geadresseerd aan u en aan rechter Van Tricht. Daarover hebben wij ons nooit veel zorgen gemaakt, zoals u weet. Die tekst had misschien een totaal andere functie, meneer Lichtveld. Ik begrijp niet wat u bedoelt. U bent allebei bedreigd geworden, direct, maar men kan het ook anders zien. Hoezo? In feite pleit die tekst u beide van verdenking vrij. U wordt zelfs als de eventuele nieuwe slachtoffers van de moordenaar aangeduid. Betekent dit soms dat u die idiote kaart als een belasting voor ons ziet? Nee, maar stel eens even dat iemand met een gehuurde moordenaar...